Nee, maar ik wil Ella Vogelaar. Ella Vogelaar, dat wordt mijn tijdelijke Bond 5 account. Want ik wil het andere Bond 5 account wil ik zo langzaam naar gold hebben. Adagio, summoner. Voor de end of season rewards. 30 seconds until minions spawn. Die ben je nou 30, waar ben je naar gold? Ja. Nou, minimaal gold, het liefst nog hoger. Maar dat zie ik wel, als ik daar zin in heb. Maar die gaat in ieder geval in gold zitten, dan heb ik geen bronze 5 account meer. Dus Ella moet naar bronze 5. Ella. Ella Vugela. En wil jij nog iets doen met jouw account? Moet ik die ook levelen? Of ga je daar toch niks mee doen? Ja, ga ik wel niks mee doen. Weet, ik vind League, zeg maar... Ik vind dit leuk nu, wat we nu doen. Als dat maar... met deze, dan is het weer een install. Nou, nee. Gewoon zo hoog mogelijk proberen te komen. Ik wil daar wel in spelen. Wel verder in spelen, maar ik blijf niet meer zoveel spelen tot ik eerst speel. Dus ja, dan hoef ik ook niet een tweede account. Nou, een tweede account is meer voor brons. Ja, precies, maar dat ga ik toch niet doen dan. Je had sowieso ook nog wel best Shadow Master. Ja. Dom, hè? Als ik zo'n klant kill, dan gaat mijn... Mijn support eigenlijk wordt gewoon afgestekt. Delicately. An ally has been slain.
Accelerated movement, I concur. From my An ally has been slain. A sublime duet. Ja, I'm scouting. Not reported. Headshot. Delicately. Holy wakker molly. Ik heb heel mogen gebruiken, maar haar heel knop werkt volgens mij niet. Nee, zo niet. Holy kaasplank aan molly, dat is wel heel close. Ik zal ook wel even wat vision ward neerzetten. Ik heb zo'n hekel aan everyone. Die onzichtbare champ is, ik vind dat zo faal. Ik wou ze weer geen heal gebruiken. Enemy killing spree. Bedoel je button? Ik word gereport. Als ze nou heal had gebruikt, dan had ze Kog'Maw kunnen killen. Nou, deze Caitlyn is wel zo idioot. Dan gaan we een nieuw fish ward in hebben. Nou, het is al niet gewaard. Ik kan een lane game doen. Ja, dat raakt mij nog even. Hij heeft zijn elders gang, dan gaan we ook kunnen diven. Of die kocht maar niet meer. Oh wel. Ik vind dat niet verstandig vandaag. Nou, never mind. Zo doen we dat toch altijd. Gaan we weer doen.
waarschijnlijk. Maar ja, Caitlyn gaat weer. Ja, dat is ook. Ik word ook gereport! Nou, I feed for real! Dit is echt zo'n Riven die dat zou zeggen. Als die Riven nou gewoon ook iets doet, ze loopt gewoon serieus weg en dan moet ik alles in mijn eentje doen. Deze Riven is ook zo achterlijk. Ik snap ook sowieso niet waarom deze mensen in deze Elo Riven spelen. Want die mensen die kunnen dat gewoon niet. Ik kom daar even een killetje snoepen. Dat doet echt niet. Hallo? Holy shit, ik doe echt zoveel damage. Ik ben niet eens echt gefeed ofzo. Ik zat aan white in. Ja. Ik denk dat het niet zo heel veel zin heeft om een sidestone te kopen, want Evelyn zie je toch. Yeah.
ben ik toch ook echt goed. Ik weet of je zegt wat ik ben, maar dat was wel echt goed. Nee, ik ben hier botlane met... Ze heeft gewoon nog geen enkele keer flash of heal gebruikt. Dat die gebruikt niet gewoon. Nou, ik ben wel echt iets heel nice. Ik owned die Evelyn echt heel hard. En toen ik outplayde haar super hard en midlane die werd gedived en toen ging het bed die focuste Brand omdat Vladimir eruit was gelopen. En toen sprong ze over de muur, toen kon ik echt net Brand nog killen. Your turret has been destroyed. Ik weet het niet dat hij aan het trollen is, maar... Caitlyn? Misschien ook wel, samen met die Caitlyn. Die Riven staat 1-6! Weer wie gefeed is. Als die Caitlyn nou een keer haar heal gebruikt, dan gaat ze 2 dash meer. Rups. Ja, ik weet niet of ik daar dan voor had moeten flashen. Hij staat 0-6, nu is het voor waard meer. Natuurlijk.
Alsof die Riven... Alsof het iets uitmaakt dat die Riven een beetje aan het romen is. Ja, dat denk ik ook. En die ene room die ze dan heeft gedaan, alsof dat... Waarbij ze dan ook weer doodgaat. En dan nu ineens zegt van... I'm not gonna roam anymore. Ja, natuurlijk. Nou, Remmen is in ieder geval een backdoor, en dan is het tenminste wel useful. Dat is ook de beste feeder. Caitlyn, stop feeding! Dat is wel top 1-7 staat, ja. Mij. Idiot! Yeah, you! Zeg maar, oeps. Het is ook... Het moet ook gewoon even, hè? Nee! Wat meen je toch niet? En heeft ze zei wel Noob Squad daar weer? Ja. Ja, dat was ook niet echt heel goed idee om erin te springen, maar... Ik moet zeggen dat ze Vladimir wel een beetje kunnen nerven. Hoeft niet heel veel te nerven, maar gewoon iets, want hij is echt... Je kan hem een beetje te tanky beelden waarbij je te veel damage hebt, vind ik. En ook nog zoveel... heal steel. Laten we het maar even heal steel noemen. Idiot! Potato? Ja, nu gaat ze ons alsnog helpen. Soort van. Nou, even laat je alleen hoor. Nou, wat is dat nou weer voor flauw? Wat ik deed? Ja, je durft hem dan terug lijken in het kijken. Ja! Ah, ze flasht nog even. Ja, die
Die Sarah die heeft ook alweer HP zitten kopen. Dan kan ik haar niet meer one-shotten als ze ook nog in andere mensen, bij andere mensen staat. Nou, Evelien komt alweer aan. Ja, ze zijn eigenlijk full magic resist, hè? Ja, de Kogma die hebben zo erg uitgeschakeld. Dat je die eigenlijk niet meer serieus hoeft te nemen. Ja, nee, want ik hou er wel van om met Kha'Zix in ieder geval één defensive item te halen. Maar dan, dat is normaal bij mij een HP armor item. Maar ja, dat hoef ik dan nu niet te halen. Maar dan koop ik wel een... koop ik wel een Spirit Visage. Goed item. Ik denk dat ik Abyssal Scepter ga kopen. Want die Evelyn die komt toch zo op mij af en al die andere mensen eigenlijk die willen ook zo dicht boven bij me zijn. Nou, Vladimir die gaat ook tegen jou staan eigenlijk. Ja. En dan gaat hun magic resist ook naar beneden, waardoor ik weer meer damage doe. Shurima! Deze taal. Je kan echt niet heel leuk doen. Als je kan je B eerst doen, dan doe je zeg maar je B en dan je E, dan jump je eigenlijk achter je B aan. Maar het is ook leuk als je jumpt, dan kun je in de lucht kun je Ravenous Hide wat doen. En als je dan neerkomt, doe je gewoon je Q. En dan doe je daarna die Empowered Base. Ik vind een waard voor daar of zo. Maar ik heb zelf niet een gepakt. Maar die abilities van Kha'Zix kosten bijna geen mana. Ja, maar die heal van Sona kost nu gewoon 100 mana. Riot. Riot Big Play noemen we dat. Misschien komt Brand hierheen, maar dan gaat hij daar aan hoor. Ik zal het weinig even doen. Accelerated movement, I concur. Ja, dus hier hebben we dan nog maar net overleefd. Nee, kijk.
Ja, ik wilde mijn vijfde mens doen, maar dat raakte net, man. Hallo? Ik heb 4000